Albrecht Isabella regeerde over onze gewesten in het begin van de 17e eeuw. Zij was de dochter van Philips II en hij was niet alleen haar man, maar ook haar neef, want dus zijn moeder was de zus van haar vader. En daarom ook noemde ze hem systematisch mijn neef, nooit mijn man, maar mijn neef. Hun regering staat in het teken van het herstel van het vorstelijk gezag. En dus er is een lange periode van burgeroorlog geweest en ze zetten zich heel de tijd in om dat te doen vergeten in grote mate, ook om het gezag van hun dynastie, de Habsburgers, te herstellen. Nu, dat doen ze onder andere met een hof in Brussel, de laatste keer dat Brussel een hofstad is voor 1830. En dat is een heel internationaal hof. Daar zitten Spanjaarden, Italianen, Albanezen, Nederlanders, Duitsers. Dus van alle hoeken en kanten waar de Habsburgers wat te zeggen hebben, zitten er mensen aan het hof in Brussel. Om de herstel te bereiken is het uiteraard heel belangrijk dat zij een bepaald imago uitstralen. Zij zijn de ideale vorsten voor de Nederlanden en dat doen ze op allerlei manieren. De kunst is daar een voorbeeld van, maar natuurlijk ook rituelen zoals die blijde intredes. Zijn er heel duidelijk met geladen met een boodschap van er komt een nieuwe tijd, wij zijn veel betere vorsten dan wat er voordien was. In die politieke beeldvorming zijn kunstenaars belangrijk, maar we mogen hun rol ook niet overschatten. Die kunstenaars die zijn vooral om een bepaald project uit te voeren, maar het script van dat project, dat komt eigenlijk veel meer vanuit de vorsten, hun onmiddellijke entourage, hun raadgevers. Die schrijven uit wat er moet worden verteld en het is aan de kunstenaars om dat te vertalen in beelden. Voor het uitvoeren van dat beeldprogramma zoekt men natuurlijk de beste kunstenaars van dat moment. En volgens een van de adviseurs van Albrecht en Isabella was in het begin van de 17e eeuw, waren dat de klerk, Otto Venius en Jan Breugel. Maar van die drie is eigenlijk de klerk de man die de markt in Brussel beheerst en die dus als eerste wordt gevraagd. Als zo'n kunstenaar de opdracht toegewezen krijgt, krijgt hij een beperkte vrijheid. Hij krijgt een thema en hij mag dat verbeelden, maar dat gebeurt wel in dialoog. Dus er worden schetsen gemaakt, die worden besproken enzovoort. Er is bijvoorbeeld een geval bekend dat Isabella vond dat ze op een bepaald portret niet genoeg geleek en dat is dan ook herdaan. De werken van Hendrik de Klerk leren ons dat het imago van politici altijd belangrijk geweest is. Vandaag poseert Poetin als een bijzonder krachtige, fitte leider en die op berenjacht gaat of half naakt gaat vissen of whatever. In die tijd was deugdzaamheid veel belangrijker. Dat was het beeld dat men opwierp was een vorst die bijzonder deugdzaam was. En men gebruikte dat hele arsenaal aan de antieke goden om dat te tonen. Natuurlijk was het wel een beetje vreemd, want die goden lopen er allemaal nogal naakt bij, terwijl het Hof van de Aartshertogen bekend stond als een bijzonder preuts en religieus hof, waar de vrouwen 's nachts werden opgesloten voor alle veiligheid. Men zou Hendrik de Klerk kunnen vergelijken met hedendaagse spindokters, omdat hij destijds in opdracht van Albrecht en Isabella toch een bepaald beeld van deze vorsten moest creëren en naar het publiek toe moest overbrengen. En dat is inderdaad iets wat vandaag natuurlijk heel veel politici door spindokters laten doen. Politici worden vandaag in beeld gebracht om harten en geesten te winnen door bepaalde kenmerken aan hen toe te schrijven of althans die in de verf te zetten. Kenmerken die kunnen inspelen op gevoeligheden van een publiek. Men kan bijvoorbeeld proberen, en dat is dan de taak van spindokters, door de keuze van een bepaald woord, van een bepaald beeld, de leiderschapskwaliteiten van een politicus in beeld te brengen. In de VS gebeurt dat bijvoorbeeld door de rol van de president als opperbevelhebber, als commander-in-chief, heel sterk te beklemtonen. De managementscapaciteiten van zo'n figuur. Wat doet men dan? Men plaatst dan zo'n figuur voor een bureau. En van achter dat bureau of van voor dat bureau spreekt hij dan bijvoorbeeld in de camera. Bij de huidige campagne van Hillary Clinton bijvoorbeeld wordt zij als grootmoeder heel sterk naar voren geschoven. Dus in een beeld waarin ze met Bill Clinton opduikt en hun kleindochter. Waarom doet men dat? Omdat de reputatie van Hillary Clinton is dat ze een harde, redelijk gevoelloze tante zou zijn. En dat beeld moet nu eigenlijk worden tegengesproken door het grootmoederschap heel sterk in de verf te zetten. Spindokters hebben een vrij grote invloed op politici. Waarom? Omdat politici natuurlijk een bepaald beeld van zichzelf willen neerzetten bij het ruimere publiek. En spindokters de expertise hebben om hen daarbij te helpen. En we zien dat toch in een aantal gevallen heel duidelijk gebeuren. Neem het voorbeeld van Obama en zijn campagne van 2008, dus toen hij nog niet verkozen was als president. De acceptance speech, dus eigenlijk de toespraak waarin hij de nominatie van zijn partij aanvaardt op het grote congres van zijn partij. Het podium was zodanig opgezet dat het eigenlijk een soort van bijna kroningsplechtigheid moest voorstellen. Zeer majestueus opgezet, een lang
podium, zeer grote beeldschermen. Het feit dat die speech ook in een voetbalstadion werd gehouden, niet in een zaal, maar wel in een stadion werd gehouden. En dus het gevolg was eigenlijk dat het bijna de indruk gaf dat deze kandidaat geen gewone kandidaat was, maar eigenlijk bijna een soort van bovenmenselijke kandidaat was. Voor diezelfde campagne van Obama in 2008, het belangrijkste icoon uit die campagne is een tekening van het gezicht van Obama, waarin we een overgang zien van een witte, blauwe kleur naar een rode kleur. Maar de echte huidskleur van Obama was in die tekening eigenlijk helemaal niet te zien. En men ziet hem ook ergens in de verte staren, eigenlijk alsof hij met een vooruitziende blik naar de toekomst kijkt. Een ander voorbeeld misschien is het voorbeeld van Michael Dukakis, kandidaat voor de Democraten in 1988, die trouwens die verkiezingen verloren heeft van de oudere president Bush, die zichzelf in beeld wil brengen als commander-in-chief en die laat zich eigenlijk filmen op een tank met een helm, met de hele uitrusting aan. Maar ja, pech, want de helm was eigenlijk iets te klein, waardoor het een heel potsierlijk beeld werd. Hij had dus duidelijk slechte adviseurs. En dat is dan door de campagne van vader Bush eigenlijk gebruikt om die hele reputatie van Michael Dukakis als de opperbevelhebber van die eigenlijk wat belachelijk te maken. Dus het kan zich natuurlijk ook wat tegen die politici keren. Er zijn nog andere voorbeelden. En misschien echt een mooi voorbeeld van de kracht van het beeld is een van de presidentiële debatten van 1960 tussen Richard Nixon en John F. Kennedy. Dat debat is beluisterd op de radio en is ook bekeken op televisie. Het was trouwens een van de eerste televisiedebatten. En daar zien we eigenlijk in dat televisiedebat een nogal nerveuze Richard Nixon, die ook aan het zweten is en die op een bepaald moment zijn zakdoek bovenhaalt en het zweet van zijn gezicht afdopt. Nu, daarna heeft men een enquête afgenomen van mensen die uitsluitend het debat op televisie hebben gezien en het debat hebben beluisterd op de radio. Wat bleek? Dat de mensen die het uitsluitend op de radio hadden gehoord, Nixon tot de overwinnaar uitriepen. En mensen die het op televisie hadden gezien, John F. Kennedy tot de winnaar uitriepen. Beelden zijn beperkt in hun effectiviteit. Het is zo dat aan de ene kant spindokters een bepaald beeld proberen te creëren van een politicus. Maar dat het beeld dat een burger zich zal vormen van een politicus natuurlijk ook door heel veel andere zaken wordt bepaald. Al was het al door de concurrenten van een bepaalde politicus of een bepaalde kandidaat. Hè. Die concurrenten zullen natuurlijk beelden proberen naar voren te schuiven die de centrale boodschap van die kandidaat moeten ontkrachten of een tegenovergesteld beeld daarvan moet proberen te creëren. Hè. Wanneer een politicus van zichzelf het beeld van een sterke leider naar voren wil schuiven, dan proberen zijn tegenstanders natuurlijk met beelden af te komen die precies de zwakte van zo'n kandidaat in de verf moeten zetten. Ik denk dat een tweede beperking vandaag de dag toch voor een stuk is dat heel wat kiezers aanvoelen dat hun politici niet meer natuurlijk zijn. En dat eigenlijk gepolijste figuren zijn die niet meer een echt beeld van zichzelf ophangen, maar een geconstrueerd beeld proberen te verkopen. En ja, ik denk een van de redenen waarom Donald Trump in de VS toch een redelijke vorm van succes boekt, is precies dat hij alle mogelijke spelregels die door spindokters worden gehanteerd aan zijn laars slapt. Hè. Dus hij komt eigenlijk op een vrij natuurlijke, authentieke manier naar buiten. En dat blijkt toch wel bij een deel van de kiezers te scoren. Die zeggen van kijk, van deze man weten we tenminste hoe hij echt is. Van de politici die we tot nu toe kenden, weten we dat eigenlijk helemaal niet. Voor Hendrik de Klerk golden natuurlijk die beperkingen veel minder. Omdat hij voor een groot stuk volledig, in samenspraak met Albrecht en Isabella natuurlijk, het beeld van die vorsten kon vastleggen en kon bepalen. Er waren eigenlijk geen echte concurrenten die met andere beelden konden afkomen. Dat is natuurlijk, zeker in democratische politieke systemen met een vrije media, is er natuurlijk een totaal ander verhaal. We zien natuurlijk vandaag de dag nog in een aantal landen die niet echt over democratische politieke systemen beschikken, of waar politici proberen van die media te controleren, zoals in Rusland, maar zeker ook in het geval van Noord-Korea, zien we dat die spindokters natuurlijk wel veel meer controle blijven behouden op het beeld dat uiteindelijk wordt neergezet van die politici.